We beginnen met het eerste statement, het statement van Stijn van der Heijden. Goedenavond iedereen. Ik zal het opnemen voor de sterrenkundigen, voor de waarnemers, voor zij die graag naar de hemel turen en dan liefst geen Musk-treintjes zien passeren. En inderdaad, ik ben werkgroepleider lichtgender binnen de Vereniging voor Sterrenkunde. Dus ik voer eigenlijk al een lange strijd om sterren te kunnen zien. Vooral dan door het vele licht dat we hier op aarde fout gebruiken. En dan is het jammer dat er ook hogerop in de ruimte al ook gezorgd wordt zodat we onze sterrenhemel, de prachtige sterrenhemel, minder goed gaan zien. Ik heb een aantal slides voorbereid om te duiden waarom ik vind dat we daar toch mee moeten opletten met Musk zijn plannen. Dan ga ik kijken naar een aantal van die beeldjes. Sterren kijken, dat doen wij, dat doe ik zelf ook, graag van op de grond. Hier in de Sterwacht heb ik ook een koepel met een aantal goede telescopen. Maar dat betekent niet dat we helemaal niks van satellieten willen hebben, dat we helemaal niks van ruimtevaart te maken willen hebben. De satelliet achter mij, dat is de Hubble-telescoop. Dat is natuurlijk het paradepaardje als het gaat over sterrenkunde waarnemen, mooie foto's kunnen maken, waarnemingen kunnen doen, wetenschap kunnen doen. En die Hubble, die hebben we eigenlijk zelf ook naar de ruimte gebracht om ervoor te zorgen dat we van een heel aantal problemen op aarde vanaf zijn. De wolken, de zon, want bij overdag kunnen we ook moeilijk sterren waarnemen. Dus dankzij Hubble, de Hubble-telescoop, die toertjes draait rond onze aarde, niet zo heel hoog, een paar honderd kilometer boven ons hoofd, kunnen we eigenlijk prachtige dingen waarnemen, kunnen we heel goed aan wetenschap doen. Maar de Hubble-telescoop is niet de enige telescoop. Ondertussen zijn er al zeker 10.000 gelanceerd satellieten. Ze zijn niet meer allemaal in gebruik. Nog een 2.000, misschien iets meer satellieten zijn nog in gebruik voor allerhande toepassingen. Om te kunnen telefoneren, om op internet te kunnen. Maar evenzeer telescopen die naar de zon kijken, naar de sterren. Telescopen die ook naar de aarde kijken om het weer te kunnen voorspellen. Of om te zien waar het bijvoorbeeld overstroomt of de bosbranden. Dus we hebben telescopen echt wel nodig. Alleen moeten we ervoor opletten dat we niet meer telescopen gaan hebben dan dat we sterren zien, zoals in het inleidend filmpje gezegd is. Dus we gaan toch moeten nadenken over hoe dat we die telescopen, hoe dat we die satellieten gaan gebruiken. Niet alle satellieten zitten ook op dezelfde plek rond de aarde. Afhankelijk van welk gebruik dat we die satellieten nodig hebben, zitten die heel dicht bij ons, zoals de Hubble, of zitten die heel ver van de aarde. De Hubble die was heel dicht geplaatst. Die is ook geplaatst door de mensen in de ruimte. Dat is nog met de Space Shuttle gebeurd. Dus die zat in de koffer van de Space Shuttle. Die Space Shuttle is gelanceerd en de Amerikaanse astronauten hebben die eigenlijk uit de Space Shuttle gehaald en losgelaten. En op zich maar goed ook dat dat zo gelanceerd was, want eenmaal dat hij in de ruimte was, hebben we gemerkt dat hij eigenlijk scheel of slecht keek. Die had een bril nodig. Dus hebben ze opnieuw met de Space Shuttle naar daar gegaan, de Hubble terug binnengepakt in die koffer, hem een bril gegeven en terug uitgelaten. Dat is een van de weinige satellieten waarmee dat we dat gedaan hebben. Maar om dat te kunnen doen, moesten we die satellieten heel dicht bij onze aarde houden. Dus op die paar honderd kilometer. En dan zie je dat er eigenlijk heel dicht bij de aarde eigenlijk heel veel satellieten ronddraaien. Hoe verder van de aarde, daar zitten zeker ook satellieten, maar die hebben dan bijvoorbeeld een andere functie. Er zijn satellieten die op een bepaald punt boven onze aarde vaststaan. We noemen dat geostationaire satellieten. En die kijken altijd naar hetzelfde punt van de aarde. Bijvoorbeeld onze weersatellieten zijn zo'n satellieten die eigenlijk van heel ver altijd hetzelfde punt bekijken en constant dezelfde beelden kunnen nemen om wolkenformaties en dergelijke te zien. Zo kunnen wij ons weer voorspellen. En dan zijn er nog heel speciale omloopbanen die soms heel dicht bij ons komen, die soms heel ver van de aarde staan. Die hebben allemaal hun voor- en hun nadelen uiteraard. Een ander beeldje geeft eigenlijk een beeld weer van hoeveel satellieten dat er eigenlijk al rond onze aarde cirkelen. En dan zie je dat rond de aarde eigenlijk een schil van satellieten vormt. Hoe verder dat we van de aarde weggaan, dat wordt wat minder ver of wat minder dens aan satellieten. En dan zit er nog één grote cirkel rond die geostationaire satellieten. Die zitten allemaal een beetje op de evenaar van de aarde. En die zouden, als dat er nog veel meer worden, een soort van
ring kunnen vormen, zoals dat we rond Saturnus kennen. Een ander fenomeen dat we zien, is dat de satellieten veel kleiner worden. De Hubble, ja, dat was een kleine bus die gelanceerd is. En de eerste satellieten die waren groot. We hadden grote camera's, we hadden grote computers, grote batterijen nodig om iets te kunnen doen. Tegenwoordig past een satelliet bijna in onze broekzak. Hè. De kleine satellietjes die zijn niet veel groter dan een paar gsm's op elkaar gestapeld. Dus vroeger had je er heel veel, had je er hele grote en dat kostte ook stukken van mensen. En dan zie je, het bovenste beeld is eigenlijk allemaal satellieten die aardobservatie doen. Dus satellieten die foto's maken van de aarde. En hoe meer dat we naar links gaan, hoe kleiner dat ze worden, hoe recenter dat ze ook gemaakt zijn. En die kleinste, ja, die kunnen bijna als bandwerk gemaakt worden. En dat is bijna zoals dat je tegenwoordig een gsm maakt of een radiootje maakt. Kan je eigenlijk ook in serie 10, 20, 100 satellietjes maken. Die kosten ook zoveel niet meer. Dus het kost ook zoveel niet als er toevallig eentje kapot gaat in de ruimte. Je kan er dus gemakkelijk 60 per keer of veel meer lanceren, wetende dat er misschien een paar gaan stuk gaan. Je hebt er dan nog genoeg. Vroeger kon dat niet. Als één grote stuk ging, ja, dan was je bedrijf quasi failliet, omdat zo'n satelliet zo duur is en omdat die eigenlijk wel vele jaren zou moeten werken. Maar nu dus, de satellietjes die zijn zo klein geworden dat je die eigenlijk in grote groepen kunt lanceren. Die kleinste satellietjes, in de bovenste figuur, die noemen we ook duiven of doves. En dat zijn satellietjes inderdaad voor aardobservatie. En omdat die eigenlijk in groep worden gelanceerd, worden dat ook een flock of doves genoemd. Dus eigenlijk een groep duiven, zoals dat je hier ook ziet vliegen. Vogels die samen vlokken, een flock of doves in de ruimte. Het verschil zie je ook in grootte in de raketneus van de raket van Musk. Dan zie je eerst zijn neus toe bij de Falcon. En dan het tweede beeldje dat je ziet is de auto. De eerste lancering van de Falcon Heavy heeft Musk zijn eigen cabrio naar de ruimte gestuurd. Dan zie je hoe groot dat die auto is. Daarnaast zie je een beeld van één hele grote communicatiesatelliet, de Iridium. En daarnaast zie je dan hoe dat tegenwoordig 60 satellietjes van Starlink in diezelfde neus passen. Dus één Iridium ten opzichte van 60 satellietjes van Starlink, dat is tegenwoordig het verschil. Het is een oud beeld, het is een beeld van hoe dat de GPS-satellieten werken, want we kennen eigenlijk al heel lang satellietgroepen of groepen van satellieten die samenwerken, zoals de GPS die wij tegenwoordig allemaal in de auto of de telefoon hebben. Dat is ook niet één satelliet. Dat zijn ook heel veel satellieten die rond onze aarde cirkelen. En we hebben een aantal van die satellieten boven ons nodig om heel goed te kunnen bepalen waar dat we met onze auto of waar dat we aan het wandelen zijn. En die satellieten die hebben allemaal hun eigen cirkelbeweging rond de aarde en daardoor hebben we altijd voldoende satellieten boven de horizon. Eenzelfde beeld ga je eigenlijk krijgen als Musk zijn plan uitvoert of als anderen hun plan uitvoeren in functie van communicatie. Dan krijg je ook zo'n heel web van satellieten heel dicht bij de aarde. Maar nu moet je inderdaad voorstellen, als je dan op de aarde staat en je wil naar de sterren kijken, dan moet je eigenlijk bijna door zo'n zwart driehoekje nog proberen doorkijken om ervoor te zorgen dat je geen satellieten in beeld hebt. En dat lukt dus niet. Er zijn al zoveel satellieten in de ruimte, er zijn er al zoveel die passeren, dat als je een tijdje waarneemt, dat je zo'n beelden krijgt. Want als je naar de sterren wil kijken, wij kijken met het blote oog en wij zien de grote beer. Maar als je aan wetenschap wil doen of als je als amateursterrenkundige leuke foto's wil maken, dan heb je niet genoeg aan één blik op de sterren. Dan moet je eigenlijk een tijdje kunnen fotograferen. Niet zoals een gewone foto overdag is er licht genoeg. 'S nachts heb je vele minuten, soms uren, belichtingstijd nodig om een bepaalde objecten goed in beeld te hebben. En minuten of uren tijd, dat betekent natuurlijk dat er heel veel satellieten kunnen gaan passeren. Dit beeld heeft dit jaar een van de wereldfotoprijzen gewonnen. Het is niet echt een beeld om trots op te zijn, maar het toont wel waarmee waar dat het probleem zit. Ik heb dan ook bij onze eigen sterrenkundigen of amateursterrenkundigen nagevraagd van hoe ondervinden jullie last van satellieten? En dit is van Joost, die woont in Hoegaarden, dus een beetje voorbij Leuven.
En die heeft, op een bepaald gebiedje waar hij eigenlijk een aantal sterrenstelsels wil bekijken, heeft hij 24 uur lang waargenomen. Dat is uiteraard niet één moment, maar dat zijn verschillende nachten dat het helder genoeg is om zijn telescoop op te richten. Maar al die beelden dan op elkaar geplaatst, dan zie je dat zijn beeld toch wel wordt vervuild door heel wat satellieten en vliegtuigen. Niet alleen satellieten, ook vliegtuigen passeren door de lucht. Ook die laten de streepjes na op de foto. Dus je merkt, als wij van hieruit in Vlaanderen foto's willen maken, dat we eigenlijk ook al te maken krijgen met die vele satellietstrepen. Een ander beeldje, tweemaal hetzelfde, is de M13. Dat is een van de leuke objectjes aan de hemel om waar te nemen. Twee andere waarnemers hier in Vlaanderen hebben M13 proberen waarnemen. En dan merk je dat ook zij problemen hebben om een beeld te maken zonder satellietstrepen. Gelukkig maken we niet één heel lang beeld van bijvoorbeeld 24 uur, dat kan trouwens niet, maar maken we heel veel kleine beeldjes. Beeldjes van 3 minuten en dan al die beeldjes van 3 minuten plakken we op elkaar en dan krijg je eigenlijk een heel mooi beeld van de sterren. Alphonse Deepfans, die heeft een beetje vals gespeeld, die wist waar dat die satellietjes gingen passeren en die heeft gewoon een foto genomen van een plek waar dat die wist van hier gaat zo'n treintje Starlinks passeren. En dat is het resultaat. Dus die heeft een beetje gemikt om ze op beeld te hebben, om het te tonen wat het precies inhoudt. Maar stel dat die ene heldere ster echt een object is dat je wil gaan waarnemen, omdat je daar wil zien van, zitten daar planeten rond of is die ster variabel in lichtsterkte? Dat zijn allemaal zaken die nog altijd onderzocht worden. En daar passeren dan zoveel streepjes door, ja, dan is je onderzoek voor een stuk mislukt en moet je opnieuw beginnen. En tijd, fototijd, dat kost natuurlijk ook wel tijd en geld. Dus je wil liefst niet dat je heel veel van je waarneemtijd verliest door satellieten die in beeld passeren. Hier hetzelfde, Leo van Ooijwegen heeft ook een beeld proberen maken. En die zei, ik had 32 beeldjes gemaakt van deze plek in de ruimte. 32 beeldjes en op 8 van de 32 had ik satellietstrepen. En ik moest die beeldjes dus weggooien. En ik had dus eigenlijk maar 3/4 van mijn waarneemtijd nuttig gebruikt om een beeld te kunnen vormen van de sterrenhemel. Dus dat valt nu nog mee als je 75% kunt overhouden. Maar als wij op onze job maar 75% van de tijd nuttig werken, dat is toch niet zo goed. Dus we moeten toch wel nadenken en gaan zien hoe dat we daar beter mee kunnen omgaan. Dat beeldje heb je daar net ook al in de intro gezien. Hè. Die treintjes, als die satellietjes nog heel dicht bij elkaar zitten. Het is spectaculair om te zien, maar dat is wel 1 keer leuk, zo'n lancering, of 2 keer of 3 keer. Maar SpaceX met de Starlink-satellieten, die willen dat tientallen keren gaan doen. En dan zal dat op den duur niet zo fijn meer zijn om die treintjes te zien en om die resultaten te zien. Want dit is dan, als zo'n treintje al wat verder uit elkaar gegaan is, Marco Langbroek is een fervent waarnemer, vooral satellietwaarnemer in Nederland. Die heeft hier een tijdje de sterren belicht waar er ook zo'n treintje door ging passeren. En dan krijg je zo'n beeld. Het ziet er spectaculair uit. Het kan misschien ook wel een keer leuk zijn om te zien. Maar niet als daar net een object is dat je voor wetenschap wil gaan onderzoeken of gaan fotograferen. We hebben hier nu Musk, we noemen het hier nu wel het Musk-debat. En dat is wel terecht natuurlijk, want SpaceX en Elon Musk die willen heel wat satellieten lanceren. Hij heeft er nu ondertussen al een 700-tal van zijn Starlinks gelanceerd. Maar hij is van plan om er veel meer dan die 700 te lanceren. Hij wil naar 12.000 gaan, dacht ik. Even checken. Ja, hij wil naar een 12.000-tal gaan. Maar hij is ook niet de enige die goedkoop internet wil aanbieden. Er zijn nog anderen. Bijvoorbeeld OneWeb was de bedoeling om dat ook te doen, maar ik dacht dat die ondertussen failliet zijn. Misschien zijn die ook wel overgenomen. Maar dus die hebben ook al satellieten gelanceerd. Jeff Bezos, gekend van Amazon, maar die heeft ook zijn ruimtevaartbedrijf, die heeft ook zo'n idee gelanceerd en die wil er ook heel veel lanceren. Ook in China is er onlangs een goedkeuring gebeurd om ook van daaruit vele duizenden satellietjes te lanceren met hetzelfde doel om ook internet aan te bieden. Dus als je dat allemaal optelt, is dat gigantisch veel. Ik zei daar straks, we zitten nu aan 10.000 satellieten die nu nog rond onze aarde cirkelen, waarvan een vierde, een vijfde nog in gebruik. Maar hier in dit beeld zie je dat er eigenlijk
26.000 van die satellietjes op stapel staan. En dat zijn er dus 2,5 keer zoveel als dat er nu al zijn. Dus dat gaat eigenlijk wel gigantisch worden. Gelukkig wordt er wel over nagedacht. We zijn eigenlijk een dagje te vroeg met het debat, want morgen eigenlijk zijn ze daar nu ook aan het debatteren op La Palma, de Canarische eilanden. Heel veel mensen vanuit de sterrenkundige wereld zijn daar nu ook mee samen en die zijn aan een rapport aan het werken om eigenlijk een aantal tips te geven om die problemen die satellieten veroorzaken, om dat toch voor een stukje te kunnen gaan milderen. En dat is denk ik mijn laatste slide, maar ik wil daar nog wel iets aan toevoegen. Ik heb nu de hele tijd gehad over satellieten die zorgen voor visuele problemen. Als we naar de sterren willen kijken, dat we satellieten zien. Maar sterrenkunde is evenzeer ook met andere straling. Dus niet wat we kunnen zien, maar wat we kunnen horen. Of wat dat bijvoorbeeld in infrarood of in microgolfstraling bekijken. Want heel veel sterrenkundig onderzoek gebeurt niet visueel, maar gebeurt met andere telescopen, met radiotelescopen. Maar ook in de radiosterrenkunde hebben we eigenlijk heel veel problemen met die satellieten. Omdat een radiotelescoop is eigenlijk een oor die wil luisteren. Dus een radiotelescoop die wil horen welke sterrenstelsel zendt iets uit. En dat kan zeggen van oké, dan zit er daar misschien een zwart gat of een neutronenster of iets anders. Maar we moeten dus die signalen kunnen opvangen. En als we heel veel satellietjes hebben cirkelen rond ons en die satellietjes die moeten ook kunnen communiceren met elkaar en met de aarde, dan krijg ik heel veel ruis. En dus het horen naar de sterren, het horen om aan sterrenkunde en aan wetenschap te doen, wordt eigenlijk heel hard moeilijk gemaakt door die heel vele satellietcommunicatie die er eigenlijk is. Dus ook daar moeten we over nadenken. Niet alleen hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die satellietjes niet meer zien, maar eigenlijk ook hoe we ze niet meer kunnen horen. Zo, dat was mijn statement. Het is aan mijn collega. Goed. Ook van mij iedereen van harte welkom. Ik heb geen PowerPoint mee, maar wel een statement. Ik ga vandaag een beetje op uw gemoed werken. Mag ook wel. Ik ben hier even naar het begin. Goed. Eerst het slechte nieuws. Megaconstellaties zoals die van SpaceX, Starlink dus, die zullen onze nachthemel onherroepelijk veranderen. Dat is het slechte nieuws. En waarschijnlijk is het zo dat in de toekomst het onmogelijk zal worden om nog naar boven te kijken en geen satellieten te zien. We gaan er enkele zien, enkele tientallen volgens sommige schattingen. Sommige helder, sommige vaag. Dat zal gebeuren, zeker als SpaceX doorzet met zijn plannen, ook als China doorzet met zijn plannen. Stijn heeft het al aangehaald. China heeft het 3 dagen geleden aangekondigd ook een eigen satellietvloot uit te bouwen van 13.000 satellieten. Dat is heel wat. Om een voorbeeld te geven, wat SpaceX alleen al wil doen, dat komt neer op een vervijfvoudiging van het aantal satellieten in een baan om de aarde sinds SpaceX daarmee begonnen is. Van alle satellieten, enkel SpaceX. Een vervijfvoudiging op konto van SpaceX. En daar moeten dan nog de satellieten van Bezos bij, de satellieten van OneWeb van China. En er zullen er nog wel op die kar springen. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat we dat misschien niet zo heel erg moeten vinden. En voor u de hooivorken en de fakkels bovenhaalt. Ik heb 15 minuten om mezelf te verklaren, dus hou je even in. En als u dan toch nog de nood voelt om mij te lynchen, hou afstand en slechts met 4 tegelijk, volgens de nieuwe richtlijnen. Ik zie er geen graten in. Ik heb reserves. Ik zie er geen graten in dat onze sterrenhemel voor stukken gehypothekeerd zal worden door mensen met obscene veel geld. En de reden is het volgende. Wel, laat ik het anders zeggen. Sinds SpaceX begonnen is met die lanceringen zijn er eigenlijk 2 groepen in de samenleving. De eerste groep, Team Musk, staat naar boven te staren als zo'n treintje voorbij komt. Met heel veel plezier. Ik vind dat fantastisch om te zien. Heel veel mensen met mij. Op een bepaald moment, het was net na de lockdown, mensen zaten stikverveeld thuis. Hebben heel veel mensen dat zien voorbij vliegen. Heel veel mensen hebben naar boven gekeken, puur uit verveling en hebben iets heel fantastisch gezien. En een andere groep, en Stijn heeft hun SOROS al aangehaald, die hebben geen pilletjes meer nodig tegen de lage bloeddruk, want die zien hun foto's verknald. En die vinden dat de sterrenhemel moet blijven zoals die al
duizenden jaren zo boven onze hoofden hangt. En die steken hun ongenoegen ook niet onder stoelen of banken. En ze vragen zich af, tienduizenden internetsatellieten en zelfs een grimmigere voorspelling. In de eerste fase zal SpaceX 12.000 satellieten omhoog sturen, maar er is ook al een aanvraag binnen om tot 40.000 te gaan. Ja, dat is voor een stukje de vervanging van die eerste vloot, maar er komen erbij. En ook het Amerikaanse leger, het zal u niet verbazen, heeft heel veel interesse getoond in die technologie. Want satellieten aan de lopende band maken, dat is ook iets nieuws. Dat hebben we nog niet meegemaakt. Satellieten, daar wordt heel zorgvuldig mee omgesprongen. Die worden heel nauwkeurig gemaakt. SpaceX maakt die bijna letterlijk aan de lopende band en dumpt die gewoon overboord. En vervuilt eigenlijk al als de hemel. Maar waar is het allemaal goed voor? En dat vraagt die groep zich af. Waar is dat nu allemaal goed voor? Tienduizenden satellieten in een baan om de aarde. Tienduizenden internetsatellieten. Waar dient dat voor? Wij hebben het internet. Wij hebben een heel goed internet. Trump zou zeggen dat we het beste internet ter wereld hebben. En dat is voor een stukje ook zo. Dat is inderdaad waar. Ons internet is fantastisch. Wij hoeven niet zo nodig twee keer sneller memes te bekijken of op nog meer schermen 4K-series en films te gaan streamen. Wij hoeven dat niet te doen. 90% van de populatie in onze contrij beschikt over internet. 90%. En die 10% dat zijn dan doorgaans kinderen of heel oude mensen die in rusthuizen verblijven. En dat haalt dat gemiddelde dan een beetje naar beneden. Maar het internet dat wij, dat u en ik thuis hebben, dat volstaat voor alle doeleinden. Voor alles wat wij daarmee doen. Netflix, telewerken, e-mails versturen, noem maar op. Bedenkt u zelf maar wat u allemaal op het internet doet. Maar ik ga u even meenemen naar de jaren 90. Dat is het enige mediabestandje dat ik mee heb. Ik ga u even meenemen naar de jaren 90. En weet u nog hoe het internet toen klonk? Van Skrillex. Enfin, en meestal werd dat dan ook gevolgd door iemand die luidkeels riep van zit jij op het internet, want ik heb een telefoon nodig. Dat is nostalgie. Of dat zouden we toch denken dat dat nostalgie is. Maar die nostalgie is voor een stukje vals. Want als we daar doorkijken en als we ons herinneren hoe tergend langzaam dat 56k internet aan 56 kilobits per seconde was, dat zou vandaag de dag onaanvaardbaar zijn. En we zijn 30 jaar later, we herinneren ons eigenlijk niet meer hoe verschrikkelijk dat internet eigenlijk was. Om u een voorbeeld te geven, als u vandaag op het internet gaat en u laat een foto, een hoge resolutiefoto van 20 megabyte op uw scherm, dan kost u dat enkele seconden. Wil er iemand een gokje wagen wat het u kost aan 56 kilobits per seconde in de jaren 90? 47 minuten. 47 minuten voor iets wat u nu gewoon op een aantal seconden doet. En denkt u er zelf eens bij na. U scrolt elke dag door foto's, talloze foto's, waarbij het niet veel te zien valt. Instagram natuurlijk. Waarbij het niet veel te zien valt. En u sleurt die data er gewoon door alsof het niks is. Onze dataconsumptie is dan ook exponentieel gestegen. En ik hoop niet dat ik nog iemand moet uitleggen wat een exponentiële functie is. Maar die is exponentieel gestegen. Maar hoeveel data verbruiken we nu eigenlijk? Het gemiddelde gezin verbruikt 150 tot 200 gigabyte per maand. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Want dat is heel abstract. Dat zijn, ik kan het wel uitleggen in zoveel films, zoveel dit, zoveel dat. Maar achter die films gaan ook heel veel nulletjes en eentjes schuil. En een veelgebruikte methode van toen de dieren nog spraken is het encyclopedie-equivalent. Hoeveel encyclopedievolumes kunnen we daarmee vullen met die 150 à 200 gigabyte? Ik heb het dus uitgerekend. Het is geen heel harde berekening, maar de grote orde is ongeveer correct. Dit is het gedachte-experiment. We gaan 200 gigabyte, die u per maand verbruikt, we gaan die data omzetten naar Wikipedia-artikels. Enkel de tekst. Enkel de tekst. We zetten die om naar Wikipedia-artikels, we printen die uit en we binden die in boeken van 25 centimeter hoog, 5 centimeter dik, en we vullen daar een boekenkast mee. Een boekenkast,
standaard IKEA boekenkastje, 1 meter breed, 2,5 meter hoog. De gok wil wagen hoeveel boekenkasten we kunnen vullen. Niemand? Iemand die zegt 10. Die grote orde, 20. Voor een maand, ja. Het zijn er 140. Elke maand verbruiken wij, elk gezin, 140 boekenkasten aan encyclopedies. 140. Dat is heel veel. Een stuk meer dan in de jaren 90. Dat is bijna obsceen veel. Maar onze wereld is radicaal veranderd ten opzichte van de jaren 90. En we gebruiken het internet niet enkel voor vermaak. Het internet is niet meer een gimmick waar we leuke plaatsen... We doen dat nog altijd, leuke plaatjes opzoeken en plaatsen op het internet. Maar we werken ook op het internet, we studeren op het internet. We halen onze informatie van het internet. De ene, ja, sommige informatie al iets accurater dan de andere. Wetenschappers wisselen ook data uit over het internet. Het internet is eigenlijk levensnoodzakelijk geworden. En bedenk u eens hoe gelukkig we mogen zijn dat deze pandemie nu plaatsvindt. Als de pandemie had plaatsgevonden in de jaren 90 of in de jaren 80, dan zaten we nog dieper in de problemen, want kinderen hadden geen lessen meer kunnen volgen. Die zaten gewoon thuis. Van thuis het lesvolgen met een verbinding uit midden jaren 90 zou gewoon onmogelijk geweest zijn. Ook mensen, heel veel sectoren kunnen nu van thuis uitwerken, net omdat we heel performante internetverbindingen hebben. En nu komt de reality check, dat zijn wij. Wij hebben goed internet. Maar de helft van de wereld leeft nog altijd in de jaren 90 of vroeger. Die hebben geen internet. En ik ga een kleine anekdote geven. Aan deze sterwacht loopt het project Sterren schitteren voor iedereen. Dat is een project dat sterrenkunde populariseert. Zij sturen telescopen naar ontwikkelingsgebieden, waar mensen doorgaans het geld en de middelen niet hebben om zo'n telescoop te kopen en te leren over sterrenkunde. Nu, de oprichter van dat project, Jean-Pierre Grootaert, vertelde mij dat hij op een bepaald moment in een, ik denk dat het is een Senegalese school, dat hij een vraaggesprek had georganiseerd tussen de leerlingen van dat schooltje en onze Belgische astronaut Dirk Vreemout. 3 uur en 8 pogingen later hebben ze dat gestaakt. Hebben ze gezegd van kijk, dat werkt niet, die verbinding is veel te krakkemikkig, die is te labiel. Maar ze hadden een alternatief gevonden. Eentje dat u misschien vrij bekend in de oren zal klinken. Het alternatief, er was een medewerker van ons ter plaatse, die heeft de vragen verzameld van de kinderen daar in dat schooltje, is er mee naar België gekomen. In België is een filmpje opgenomen van Dirk Vreemout, die de vragen van de kinderen beantwoordt. En de stick hebben ze terug naar Senegal opgestuurd. Dat was de meest elegante oplossing. En het zou u bekend moeten voorkomen, omdat dat de jaren 90 oplossing is. Ik zal het u op een cd'ke branden. Dat hebben we allemaal gedaan. Want nu is dat verleden tijd. Nu sturen we onze bestanden met WeTransfer. Af en toe is een stick, maar dat is dan, ja, ook omdat we elkaar zo nodig toch eens moeten zien. En die stick, ja, dat is, komt net goed uit. Dat is niet de standaardmethode die wij toepassen. En dat is de realiteit in heel veel landen nog. Jean-Pierre vertelt mij ook dat het vaak heel moeilijk is om die mensen te bereiken, dat hij soms dagenlang geen contact kan hebben en dat als zij foto's willen sturen van hun activiteiten, dat ze daar minstens een volle dag mee bezig zijn om ergens een internetverbinding te zoeken, die foto's te uploaden, die foto's verstuurd te krijgen, want die verbindingen zijn heel krakkemikkig, die zijn heel labiel. Dat is heel archaïs. En ik zei het al, bij ons zijn ongeveer 90% van de mensen geconnecteerd met het internet. Elders zien de statistieken er slechter uit. Ik ga u enkel statistieken geven. En vooral in de Sub-Sahara, waar mensen toevallig ook in de Sub-Sahara vinden we het grootste aandeel aan laaggeschoolden. Kinderen die niet naar school kunnen gaan, omdat er geen scholen zijn. Hier zijn enkel cijfers van hoeveel procent van de populatie geconnecteerd is met het internet. Ik heb er hier 20 staan, ik ga ze niet al 20 voorlezen. Ik begin bij, laten we zeggen, de gelukkigen van het lijstje. Nou, Zuid-Soedan, daarvan is 5,5% geconnecteerd met het internet. Madagaskar, 4,17%. De Democratische Republiek Congo, 3,8%. Niger, 2,48%. Somalië, 1,76%. En Eritrea staat, is eigenlijk een sluiter met 1% van de bevolking beschikt daar over een internetverbinding. En dat zijn veel. Ja, dat zijn veel landen, veel mensen die in die landen leven, die geen beschikking hebben over internet. Dat zijn toevallig ook wel landen met een laag bevolkingsdichtheid.
ontwikkelingslanden, lage geschooldheid en vaak ook gebieden die heel onherbergzaam zijn en waar geen enkel telecombedrijf zich aan zal wagen om er glasvezelkabels of gewone kabels door te trekken. Dat is simpelweg niet winstgevend, dat is ook een hele onderneming. Maar dat betekent wel dat die mensen geen toegang hebben tot alles wat het internet te bieden heeft. En dan heb ik het nogmaals niet over memes en Netflix en dat soort en online gaming en dat soort gedoe. Maar eigenlijk over het andere aspect van het internet. En dat is dat het internet een soort van digitale bibliotheek van Alexandrië is. Al onze kennis, alle verzamelde kennis van de mensheid is te vinden op het internet. Er is ook heel veel rommel te vinden op het internet, absoluut. Maar al die kennis die we hebben, staat op het internet. Op internet vinden we gratis cursussen van MIT, van Harvard, topprofessoren die gratis hun lessen ter beschikking stellen. Khan Academy is een open initiatief waar hele curricula op staan. Wie eigenlijk de middelbare school wil doorlopen vanuit zijn luie zetel, die kan dat gewoon gratis. En dat is iets waar die mensen heel veel baat bij zouden hebben. Maar dat hebben ze niet, want ze hebben geen internet. Ook andere zaken, niet enkel kennis, maar ook sensibilisatie. Op het internet staat ook hoe je veilige seks hebt, hoe je de verspreiding van ziektes kan tegengaan, hoe je water kan veilig maken om te drinken. En dat ongeveer de helft van de wereldbevolking geen toegang heeft tot dat internet, dat is een fundamentele ongelijkheid. En daarom betoog ik dat satellietconstellaties zoals Starlink kunnen helpen om die ongelijkheid weg te werken. Want satellieten die vliegen over heel de aarde in verschillende satellietbanen en die kunnen elk gebied ook bestrijken. En SpaceX heeft nu al bewezen dat het internet kan leveren. In Washington, op het moment in de staat Washington, op het moment van de bosbranden daar, heeft SpaceX een aantal terminals, een aantal ontvangers ter beschikking gesteld om de hulpverleners daar uit de nood te helpen. En die zijn er laaiend enthousiast over, want de internetverbindingen waren ofwel afwezig ofwel doorgebrand. En de gezinnen daar konden hun verzekeringspapieren invullen, konden contact leggen met het thuisfront, konden laten weten dat ze veilig waren. De downloadsnelheden zijn heel performant, kunnen concurreren met wat wij hier via de kabel binnentrekken. Dus dat werkt. En dan is de vraag, wat is het ons waard om de helft van de wereldbevolking mee aan boord te sleuren van die digitale trein? Willen we daar een stukje hemel voor opgeven? Wat mij betreft is het antwoord ja. En eerlijk, misschien ga ik nu een aantal mensen tegen de schenen schoppen, ik snap eigenlijk niet waar de heisa over gaat. Want we hebben dit al eerder gedaan. We hebben de implementatie van nieuwe technologieën, dat daar weerstand tegenkomt, is eigenlijk van alle tijden. Maar uiteindelijk zijn we toch wel beter af. In veel gevallen. Denk maar aan de opkomst van de trein, de gloeilamp, de auto en het vliegtuig. Die hebben ook een heel drastisch effect gehad op onze omgeving. We hebben hele bergen doorboord om treinlijnen aan te leggen, om autowegen aan te leggen. Onze lucht, op elk moment van de dag hangen er ongeveer 10.000 à 20.000 vliegtuigen in de lucht. En die trekken condenssporen ook tot een groot ongenoegen van sommige astrofotografen soms. Maar is er iemand die nog zou willen teruggaan naar de tijd van voor de gloeilamp, moeilijk woord, het vliegtuig en de auto? Ik denk het niet. Dus de vraag is of we nu echt de dood van het ei moeten gaan betreuren als ze een omelet maken. Als megaconstellaties zoals die van SpaceX ervoor kunnen zorgen dat die ongelijkheid op vlak van internetconnectiviteit voor een stukje rechtgetrokken wordt, dan is het volgens mij waard om daarover na te denken. En ik ben geneigd om te zeggen dat we daar gerust een stukje hemel voor opofferen, mogen opofferen. Maar ik ga nu met Stijn samen zitten. Jullie mogen vragen stellen. We gaan de degens kruisen en we gaan kijken wat het verdict op het einde van de avond is. Ik dank u.
Bemande ruimtevaart kunnen we niet verantwoorden door alleen maar wetenschap. Het is een belangrijke component, maar bemande ruimtevaart is veel meer dan alleen wetenschap. Bemande ruimtevaart is ook bijvoorbeeld innovatie. Omdat we naar de ruimte vliegen, omdat we daar menselijk leven moeten onderhouden, omdat we verder willen vliegen naar de maan, naar Mars, gaan we heel veel nieuwe systemen moeten ontwikkelen, gaan we moeten innoveren. En deze innovatie heeft natuurlijk direct een return voor de mensen en voor het leven hier op aarde. Dat is één. Twee, bemande ruimtevaart is ook te maken met internationale samenwerking. Als je ziet in het ISS hebben we 5 partners, Europa, Rusland, Canada, Japan en de Verenigde Staten. En je ziet dat die partners hier op de aarde niet altijd volledig met elkaar overeenkomen. Maar dan zie je toch als je naar de ruimte vliegt dat we Amerikaanse en Russische en Europese astronauten samen in één Soyuz-capsule kunnen lanceren. Dus de stabiliserende factor en het feit van internationale samenwerking op zo'n grote schaal te kunnen organiseren is ook zeker een driver voor bemande ruimtevaart. En het laatste is natuurlijk inspiratie. Jonge mensen inspireren om te kiezen voor wetenschappelijke studies, voor STEM-oriëntaties, voor boven zichzelf uit te stijgen. Dat is natuurlijk ook een driving factor. Dus als je kijkt, wetenschap is één, maar dan innovatie, internationale samenwerking en inspiratie. Dat zijn eigenlijk de componenten die het allemaal tezamen interessant maken om aan bemande ruimtevaart te doen. Wat mij vandaag de dag inspireert is vooral het werken met jonge mensen. Jonge mensen inspireren en oplossingen proberen naar voren te brengen voor inderdaad de problemen waarmee dat onze wereld vandaag geconfronteerd is. In de eerste plaats natuurlijk inderdaad klimaatopwarming, het gebrek aan water dat zeker naar ons toe komt, maar toch ook de internationale context. Wij proberen hier in het Europese Astronautencentrum bijvoorbeeld een samenwerking op te zetten met onze Chinese collega's van het Chinese Astronautencentrum. Dus gemeenschappen van over de hele wereld samenbrengen in een positief project, en niet in een project over landsgrenzen of over resources of middelen of over geld of over economie, maar in een positief project voor de toekomst van de mensheid. Dat is iets waar ik nog altijd heel gedreven in ben en dat ik op kleine schaal hier met het centrum probeer verder te brengen. Goed, dan beginnen wij aan de vragenronde. Stijn en ik gaan in gesprek aan. Jullie mogen ook zelf vragen stellen. Ik ben al even aan het kijken of er vragen online zijn binnengekomen. Ik heb wel één interessante vraag. Het is een beetje een standaardvraag, Stijn. Zijn er manieren om die satellieten minder reflecterend te maken? Ik stel voor dat jij misschien eerst een antwoord geeft in welke mate dat voordelig of nadelig zou zijn voor astronomische waarnemingen. Ja. Minder reflecterend zou zeker al een voordeel zijn. Omdat als we nu die treintjes zien passeren, dan zien we eigenlijk witte puntjes passeren. En dat is eigenlijk het licht van de zon dat weer kaatst op de zonnepanelen. Het zijn net die witte puntjes die eigenlijk grote strepen maken in de beelden. En die eigenlijk de wetenschappelijke beelden of de foto's eigenlijk voor een stuk om zeep helpen. Dus moest het lukken om bijvoorbeeld die reflectie van de zonnepanelen al te verminderen, dan worden die satellietjes eigenlijk al een stukje minder goed zichtbaar. En zal dat zeker al helpen bij het niet meer zien van de satellieten bij waarnemingen. Ik heb wel een kleine opmerking. Dat wordt inderdaad gezegd, hè, van kijk, schilder die satellieten gewoon in het zwart, dan zien we die niet meer. Maar Vantablack wordt vaak aangehaald. Vantablack is een chemische substantie die het minst reflecterend is van alle kleuren die we kennen. Absorbeert 99,99% van alle licht. Het probleem daarmee wel is dat vanuit een ruimtevaartkundig perspectief dat dan je satelliet heel erg warm gaat worden, want al die straling wordt geabsorbeerd. En qua thermische eigenschappen is dat net heel nadelig, want vaak wil je die apparatuur aan boord van de satelliet niet
ja, heel hoog krijgen qua temperatuur. En ik dacht ook dat net omwille van dat effect, dat je daarmee wel mogelijk een reductie bekomt in zichtbaarheid bij waarnemingen in zichtbaar licht, maar dat dat weinig uitdoet voor infraroodastronomie. Nee, dat klopt, want inderdaad, dan zie je die warmte wel passeren. Dus het zou wel een stukje helpen, maar zeker niet voor alle problemen die satellieten veroorzaken. En ja, Elon Musk en SpaceX hebben het al geprobeerd. Ze hebben een DarkSat gelanceerd. Mm-hmm. Een van die treintjes, of in een van de treintjes, hadden ze één satelliet al uitgerust daarmee. En daar zag je al een beetje een reductie van het licht, maar nog niet. De DarkSat was niet zo goed als dat er gedacht werd dat die ging donkerder zijn dan de andere. Ik heb die ook nog zien passeren. Op voorhand mij geïnformeerd. Niet op voorhand geïnformeerd. Ik ging buiten kijken en ik wou mezelf kunnen spotten, maar uiteindelijk bleek die inderdaad maar een fractie van een magnitude minder helder te zijn. En later heeft SpaceX ook een andere technologie geïmplementeerd, de VisorSat. Een soort van zonneschermen, om te verhinderen dat die zonnestralen überhaupt tot bij de reflecterende gedeelte van de satelliet komen. Maar daar heb ik nog geen data over gevonden. Eigenlijk. Ja, ook dat is getest en bekeken. En ook dat zit nog niet op het punt waar dat ze dachten dat het ging helpen. Dus ze merken wel een verbetering ten opzichte van de satellieten die niet zijn aangepast. Mm-hmm. Maar die zonneschilden, werken nog niet voldoende zoals gedacht. Maar een ander punt natuurlijk, we zien die satellieten het best net na lancering, maar dan zitten ze nog redelijk laag. Mm-hmm. Daar zitten nog maar een paar honderd kilometer, die moeten naar 500, 700 en een aantal naar 1200. Dus die gaan een stukje verder en daardoor gaan ze ook wel donkerder of verder af gaan en dus ook wel een stukje donkerder worden. Maar een van de problemen daarbij is, hoe verder hij gaat, hoe donkerder, maar hoe verder dat een satelliet van de aarde zit, hoe langer dat hij ook wel het zonlicht vangt en terug kan reflecteren. Mm-hmm. Dus we kunnen wel denken van oké, we sturen de satelliet een stukje verder. Als we die 1200 kilometer hoog sturen, dan sturen we die eigenlijk heel ver. Mm-hmm. Maar dan hebben we tot na middernacht of in de zomer zelfs heel de nacht door die satellieten die toch nog reflecteren. Terwijl als een satelliet heel dicht bij de aarde cirkelt, en dat zie je bij het ISS, die is maar een korte tijd in de avond zichtbaar. Het ISS die is spectaculair als die ziet overkomen en halverwege de overtocht ineens gaat die uit. Dat is omdat die dan in de aardschaduw verdwijnt. Maar die zit redelijk laag. Als we die hele vele satellietjes op een hogere baan gaan zetten, zoals het OneWeb-project en ik denk ook het project van Blue Origin, dan vrezen de wetenschappers dat ze eigenlijk een hele nacht lang die streepjes door hun foto's gaan hebben. Daar waar het nu eigenlijk vooral in de ochtend- en de avonduren is. Ik heb vandaag nog een artikel gelezen over het wegwerken van satellieten uit astrofotografische opnamen. En daarin, als een oud artikel nog van voor de lancering van de eerste SpaceX-lading. En daarin maakte de auteur zich een klein beetje druk omwille van het feit dat bijvoorbeeld Orion, een heel gegeerd object bij astrofotografen, bevindt zich net aan een stuk van de hemel waar je heel veel geostationaire satellieten hebt. Dus dat is eigenlijk al een klein beetje een oud zeer bij astrofotografen, want die geostationaire satellieten die bevinden zich inderdaad op 36.000 kilometer en die vangen heel veel zon, die blijven continu zonlicht vangen en die zie je in de opnames. Mm-hmm. Maar misschien, voor ik het publiek zelf aan het woord laat, een vraag aan jou. In welke mate kan je die satellietsporen niet gewoon weghalen uit de foto's? Ja, zeker van die geostationaire satellieten is dat perfect mogelijk. Omdat we die zitten op één punt en die blijven altijd op datzelfde punt. Dus eenmaal dat die op hun baan of geparkeerd zijn op die plek, kan je dat eigenlijk ingeven en als je je foto's maakt en je zorgt dat die foto's gegeorefereerd zijn of eigenlijk bepaald zijn in welke richting dat ze kijken, kan je eigenlijk wel met computerprogramma's zorgen dat eigenlijk de lichtpuntjes waarvan dat we weten van dit zijn geen sterren, dat je die eigenlijk wist in je foto's. Dus het bestaat het probleem bij nieuw gelanceerde satellieten, is dat die baangegevens nog heel onnauwkeurig zijn. En dat je dus niet datzelfde programmaatje het werk kan laten doen om ervoor te zorgen dat ze die satellietstrepen er eigenlijk uithalen. Mm-hmm. Dus een van de oplossingen is om te zorgen dat
Omdat meestal als een satelliettrein gelanceerd wordt, weet je eigenlijk al de hele tijd op voorhand in welke richting of welke banen dat die moeten volgen. Dat die data eigenlijk open moet gemaakt worden, dat iedereen die zo'n programma gebruikt om zijn beelden eigenlijk te kuisen, dat dat eigenlijk vanaf dag nul kan gebeuren. Nu duurt dat soms een hele tijd tegen dat die gegevens publiek zijn en gebruikt kunnen worden. En het is in die beginperiode, wanneer dat die satellieten laag zitten en heel helder zijn, maar ook die baangegevens nog niet gedeeld zijn, dat die programmaatjes hun werk niet kunnen doen. Mm-hmm. Zullen we anders naar eens kijken of er vragen zijn in de zaal? Zijn hier mensen met vragen? Zal even, het licht schijnt in mijn ogen. Meneer daar. Ik ben eigenlijk iets voorzien om die satellietjes na afloop terug weg te halen. Daar kan ik wel op antwoorden. Elke satelliet beschikt over een zogenaamde ion thruster. Dus een voortstuwingssysteem op basis van ionen, geladen deeltjes. Dat gaat heel traag, maar daarmee kunnen... Dat is een heel performant systeem. De versnelling die men daarmee bekomt is heel laag, maar die is er wel. En met dat systeem kunnen de satellieten uit hun baan gehaald worden, mochten ze bijvoorbeeld defect blijken. Het is ook zo dat die satellieten, in tegenstelling tot geostationaire satellieten, die op 36.000 kilometer hoogte boven de aarde zweven, de Starlink-satellieten vliegen op een hoogte, of de banen die men wil bezetten, bevinden zich tussen de 300 en de 500 kilometer. En dat is een baan waarin toch nog een heel klein beetje lucht aanwezig is. Dus na verloop van tijd, dat gebeurt ook bij het ISS, na verloop van tijd zal dat kleine beetje luchtweerstand dat er aanwezig is ervoor zorgen dat die satelliet in een lagere baan terechtkomt en uiteindelijk opbrandt in de atmosfeer. Dat is met een aantal van de eerste satellieten die SpaceX 2-3 jaar geleden naar boven heeft gestuurd al gebeurd. Dus dat is voorzien in het programma dat mochten er zelfs satellieten defect gaan, dat die daar niet voor eeuwig blijven rondhangen. Maar natuurlijk, met een vloot van 12.000 satellieten, dat blijft nog altijd een serieuze bevolking van die lage banen om de aarde. Ja, en SpaceX heeft inderdaad heel snel gezegd dat ze dat willen toepassen en dat implementeren in de satelliet. We zijn niet zeker dat elk van die megaconstellaties hetzelfde doet. Dus Elon Musk en SpaceX hebben heel snel gezegd om te reageren op die vragen van ja, wat gaat er gebeuren? Wij bouwen eigenlijk een end-of-life moment in dat die satellietjes terug naar de aarde geduwd worden en eigenlijk opbranden. Die satellietjes zijn ook heel klein, dus die gaan ook volledig opgebrand zijn vooraleer dat ze de grond raken. Met die hele grote satellieten zijn we dan niet zeker. Er zijn zeker al stukken satelliet ook terug op aarde terechtgekomen. Met die kleintjes is dat niet. Dat is hooguit een vallende ster dat je zou zien. En dat lukt door die lage baan. Maar we zijn niet zeker dat elk van die constellaties die nu ontworpen worden en die goedkeuring krijgen in China of andere Amerikaanse, dat die allemaal datzelfde systeem zullen implementeren. Want natuurlijk, dat kost ook wel geld. En Elon Musk blijft een ondernemer. Zijn boel moet blijven draaien. Hij wil inderdaad wel internet aanbieden overal ter wereld, maar daar zal moeten voor betaald worden. En die grootste, de belangrijkste klanten, die zullen niet in Afrika zitten, maar dat zal het leger zijn of beursbedrijven of anderen die dat supersnel internet willen gebruiken. Maar hij blijft natuurlijk wel een bedrijf die winst wil maken, dus hij gaat niet alles doen om... Hij zal de kosten en baten moeten blijven afwegen en dat zullen die andere bedrijven ook doen. En hij is nu al die stap voor en hij zegt van ik zorg dat mijn satellietjes verdwijnen nadien. Mm-hmm. Maar we zijn niet zeker dat dat overal gebeurt. Ik wil op twee dingen inpikken. Het eerste wat ik wil aanhalen is, het is inderdaad zo dat Elon Musk heeft al heel snel gezegd, op het moment dat de eerste reacties binnenkwamen, van, goh, dat is toch wel heel helder, die treintjes, en goh, dat stoort in mijn opnames, en hoe kan dat dat jij als ondernemer zomaar tienduizenden satellieten de lucht in mocht sturen, en eigenlijk, want daar gaat het om, het is niet enkel in de VS dat men die satellieten ziet vliegen, wij zien ze ook vliegen in. Wij hebben daar geen zeg in gehad. Geen enkele staat kan dat verbieden om die satellieten boven een grondgebied te laten vliegen. Daar bestaat geen wetgevend kader rond. Zo simpel is het eigenlijk. Maar Elon Musk is ook niet verplicht om die satellieten terug te laten opbranden of om die minder reflecterend te maken, maar hij doet het wel. SpaceX is in overleg met het Vera Rubin observatorium dat widefield-foto's, dus breedbeeldfoto's van de hemel maakt en waarin dus veel satellieten te zien zullen zijn. En zij zijn in overleg met astronomen om na te gaan van kijk, hoe kunnen wij jullie helpen? Hoe kunnen wij onze
satellieten, onze satellietconstellatie uitbouwen en tegelijkertijd ook tegemoetkomen aan jullie bezorgdheden. Dat is ook wat de European Southern Observatory heeft gezegd in een aantal statements. Al heel snel na de lancering van de eerste batch hebben zij een persverklaring afgelegd van kijk, wij maken ons zorgen. Wij maken ons zorgen omdat heel veel van onze waarnemingen in het water dreigen te vallen. Maar ze hebben er wel telkens bij gezegd van kijk, wij willen in overleg gaan. Ze hebben niet gezegd, ook er is er op een bepaald moment een petitie geweest van enkele vrij veel astronomen die eigenlijk een radicaal stop op het lanceren van die satellieten wou zetten tegemoet was gekomen aan nagenoeg alle bezorgdheden. Maar de ESO, de European Southern Observatory, heeft gezegd van kijk, wij willen in overleg gaan, want wij zien hier ook wel iets nuttigs in. En het is inderdaad zo, dat is mijn tweede punt, dat ik heb een beetje op jullie gemoed gewerkt. Hè. Het is niet zo dat Elon Musk gratis internet gaat geven aan het Afrikaanse continent. Daarover moeten we ons geen illusies maken. Een grote afnemer van dat internet zullen bijvoorbeeld ook beursbedrijven zijn. Omdat er is zoiets als flitshandel, dat is het razendsnel aankopen en verkopen van aandelen op het moment dat die aandelen ergens goedkoper zijn dan op een andere plek. En daar tellen de milliseconden. Hoe sneller je die aandelen kan verhandelen, hoe meer geld je binnenharkt. En er worden de zotste dingen uit de kast gehaald om toch maar die milliseconden van die transacties te schaven. En nu is het zo dat de lichtsnelheid in een glasvezelkabel is trager dan die in een vacuüm. Een internetverbinding via Starlink-satellieten gaat voor het overgrote gedeelte in een vacuüm. Dat gaat gewoon signaal naar een satelliet, in de ruimte van satelliet naar satelliet en dan naar de grond. En uit recente tests blijkt al dat je tot 10 à 15 milliseconden van die connectie kan schaven. En 10 à 15 milliseconden, dat is ja, letterlijk goud waard. Dat is letterlijk goud waard en die mensen staan te springen om die connectie te hebben. En Elon Musk praat er niet over, maar we weten allemaal wel dat daar het geld te rapen valt. Ook het Amerikaanse leger heeft al interesse getoond in Starlink als backup voor het GPS-systeem. Er is een paper verschenen waarin wordt uitgelegd hoe je Starlink, de Starlink-vloot, zou kunnen aanwenden om aan positiebepaling te doen. Het leger heeft ook al interesse getoond, het Amerikaanse leger, in het feit dat SpaceX nu aan satellieten in massaproductie kan gaan uitspuwen. Die satellieten zijn heel veel waard. Met satellieten heb je altijd zicht op wat er op de grond gebeurt, wat er bij zogenaamde vijanden gebeurt. Dus daar bevindt zich het grote geld natuurlijk. Het is zeker niet zo dat Elon Musk geld gaat scheppen door in Afrika en in Niger en Eritrea internet aan te bieden. Maar mijn punt is eigenlijk subtieler dan dat. Mijn punt is dat hij het wel goedkoop maakt om ontwikkelingsprojecten op te zetten. Zo'n Starlink-ontvanger kost niet veel. De abonnementskost is ook redelijk minimaal. Ze willen die toch redelijk minimaal houden. Als je hier een deel in het abonnement wil, ja, dan moet je ook een kabel kunnen leggen. Als je een Starlink-abonnement zou willen, het enige waar je moet aangeraken is zo'n ontvanger. En zo simpel wordt het dan overal ter wereld. Kan je zo'n ontvanger meenemen en kan je aan internet geraken. En dat is de grote gamechanger in het hele plan. Ja, klopt. Ik ga eens even kijken of we online nog vragen binnen hebben. Of? Yes. De vraag van Annelies, kunnen we onze visuele ruimtewaarneming niet van op satellieten doen, ook voor amateurastronomen? Voorlopig niet. Er zijn inderdaad wel satellieten die visueel waarnemen, zoals de Hubble, maar die zijn toch niet zo. Er zijn er nog niet zoveel van. En die satellietlanceringen en de satellieten zelf die worden goedkoper, dus je zou kunnen nadenken van oké, dan steken we ook gewoon een nieuwe telescoop en een klein satellietje en we lanceren die. Nu is er al een heel lange wachttijd om satelliettijd bijvoorbeeld bij Hubble te kopen of te krijgen voor onderzoek. Hetzelfde bij de zeer grote telescopen in Chili of in Tenerife of elders. Dus je zou heel veel satellieten van alle vormen van verschillende omvang moeten hebben om eigenlijk alle waarneemtijd die nu gebruikt wordt, wetenschappelijk en voor amateursterrenkunde, om dat eigenlijk op te lossen vanuit de ruimte. Dus het kan misschien een deeltje opgelost worden, maar zeker niet allemaal. We weten, Hubble die is al zeer oud, die is in de jaren 90 gelanceerd. Er is al 15 jaar sprake van zijn vervanger.
de James Webb Space Telescope. Die staat nog altijd op aarde en wacht nog altijd op lancering. Dus in tegenstelling tot wat dat SpaceX doet en in massa kleine telescopen, kleine satellietjes bouwt, het bouwen van wetenschappelijke instrumenten in de ruimte vraagt toch nog heel veel meer voorbereiding. Daar is veel langer testen op welke krachten dat die moeten ondergaan. Die moeten tegen de warmte kunnen tijdens de lancering, tegen ijskoud bijna nulpunt als ze in de ruimte hangen. Dus die satellieten die voor wetenschap worden gebruikt, die hebben veel meer ontwikkeltijd nodig. Die kosten dus ook veel meer. Daar kan je niet van zeggen van oké, als er één stuk gaat, het is jammer, maar we laten ze terugvallen. Dus het lijkt me niet direct mogelijk om daar snel werk van te maken. We gaan nog heel lang die waarnemingen van op de aarde nodig hebben. Anderzijds, ik sprak daar straks ook over het feit dat we ook luisteren naar de ruimte. Er zijn al een aantal satellieten ook gebouwd om die rond de aarde cirkelen of zelfs al verder van de aarde af zijn, om te luisteren naar de ruimte, omdat we op aarde gewoon al zoveel ruis maken met onze tv-signalen, radiosignalen, maar evenzeer onze microgolven en onze gsm's, dat we eigenlijk al hele stukken interessante frequenties kwijt zijn op aarde om waar te nemen. Dus er is al een stukje waarneemhorizon, waarneemfrequentie dat we op aarde niet meer kunnen toepassen en waarvoor we naar de ruimte moeten. Maar om alles naar de ruimte te verhuizen, dat lijkt mij niet zo leuk. En als laatste punt, we zitten hier in de sterrenwacht. Soms komen er mensen hier voor hun plezier door het telescoop kijken. Diezelfde mensen gaan niet allemaal een ticketje kopen bij Richard Branson om naar de ruimte te vliegen, om daar door een telescoop te kijken. Dus als je mensen wil warm maken om dan aan sterrenkunde te doen, om te waar te nemen, dan gaan we dat niet doen met alleen maar achter de computer te zitten en waar te nemen van achter de computer. Dus we moeten echt wel zorgen dat we ook nog het plezier, de verwondering kunnen opwekken door hier van hieruit naar de ruimte te kijken. Dat is inderdaad ook wat ik wou aanhalen, een beetje advocaat van de duivel voor mijn partij dan, is dat Annelies vroeg zich af of dat ook interessant zou zijn voor amateur-astronomen, maar je mist wel dat stuk romantiek van het kijken door een telescoop zelf. Ja. Anderzijds denk ik niet dat we snel op een punt zullen aankomen waarbij we niet meer door een telescoop gaan kunnen kijken omdat er zodanig veel materiaal door het beeldveld vliegt. Nee, dus dat klopt. Als je echt visueel waarneemt, dan kijk je eventjes, dan stel je scherp, dan kijk je nog een keer en zoek je een ander object. Dus, en als er dan een satelliet passeert, dan is dat misschien toch even, oh, ik heb nog iets speciaals gezien. Mm. Dus nee, dat klopt. Maar er zijn zoveel mensen bezig met sterrenkunde, met waarnemingen, en die eigenlijk een beetje op de grens zitten tussen voor het plezier en wetenschap. Heel veel amateurastronomen die dragen eigenlijk bij aan de wetenschap door bijvoorbeeld bepaalde sterren jarenlang te volgen met hun eigen materiaal, om te zien of die sterren fluctueren in helderheid of ander, bijvoorbeeld om exoplaneten en zo te vinden. Die tijd die amateursterrenkundigen daarin steken, het materiaal dat zij ter beschikking stellen, de wetenschappelijke wereld heeft die tijd en heeft dat materiaal niet. Die moeten daarop steunen om eigenlijk verder onderzoek te kunnen doen. Er worden heel veel papers gepubliceerd van ontdekkingen van nieuwe exoplaneten. Het laatste stukje van het werk gebeurt op universiteiten, maar het massa van het werk gebeurt eigenlijk vanuit de tuin, vanuit de lokale sterrenwacht, door heel veel waar te nemen. Dus dat allemaal naar de ruimte brengen, dat zie ik niet direct gebeuren. Dan hebben we weer 12.000 satellieten nodig met alleen telescopen. Dat willen we nu ook weer niet. Zijn er vragen nog in de zaal? Nee? Kom maar even kijken. Goed, dan hebben we nog een vraagje online. En dat is een vraag van Floris, die ons vraagt of wij toevallig iets afweten van opruimoperaties. Om een brokstukken van satellieten weg te halen, zodat deze niet nog meer puin kunnen veroorzaken en in het ergste geval ruimtemissies onmogelijk maken. Ik denk dat Floris refereert aan het zogenaamde Kessler-syndroom. Het Kessler-syndroom is een fenomeen waarbij je zodanig veel afval in een baan om de aarde hebt, of zoveel satellieten in een baan om de aarde, dat als er twee met elkaar in botsing komen, dat de brokstukken van die botsing andere satellieten gaan uitschakelen en dat je een soort van domino-effect krijgt. De hele film Gravity is daar rond dat fenomeen gebaseerd. Ik raad de film niet aan, bespaar u de moeite. Maar goed, staan er missies in de stijgers om die brokstukken op te ruimen? Ik heb
weet van enkele voorzichtige proefnemingen. Vraag me niet meer welke bedrijven precies. Maar daar wordt steeds meer over nagedacht. Ja, er wordt zeker over nagedacht. En zeker de Europese ruimtevaart is daarmee bezig. Dus ESA die heeft al een budget voorzien om daar verder op te werken. Maar er is inderdaad nog niks concreet gemaakt. Er wordt nagedacht over een soort vangnet dat wordt gelanceerd om een satelliet te vangen in de ruimte en die terug te trekken tot een beetje zoals een harpoen. Mm-hmm. En dan die twee satellieten die dan samen worden afgedreven terug naar de dampkring om zo te verbranden. De andere oplossing is inderdaad de huidige satellieten verplichten om een terugkeermogelijkheid te maken. Maar het is allemaal nog in conceptfase, in onderzoekfase. Er zit nog niks in een testfase om echt te gaan lanceren. Maar ja, het is wel nodig. Maar zoals je daar straks ook zei, Elon Musk heeft geen wetgeving uit Europa nodig om te kunnen lanceren. Dat is een beetje de zwakte van onze ruimtevaart. Dat ieder land zijn eigen regels kan maken en ieder land een beetje zelf kan beslissen. Dus voor zo'n zaken, het feit dat we zoveel duizenden nieuwe satellieten gaan lanceren, dat zal ons toch eigenlijk wel nopen om aan een soort internationaal kader te gaan werken. We hebben kaders in de ruimte over dat er geen oorlog mag zijn, dat er geen gewapende satellieten mogen zijn. Maar eigenlijk hebben we een soort beleid nodig, internationaal, die eigenlijk ook daar rond veel meer afspraken gaat maken. Nu, de wetgeving die er op dit moment is, die geldt tussen natiestaten. Hè? Dat is de Outer Space Treaty, geen enkel land, en dat is iets waar bedrijven nu lust gebruik van maken, geen enkel land mag zich delen van andere hemellichamen gaan toe-eigenen, maar over bedrijven wordt niks gezegd. Nee. Als Elon Musk naar de maan gaat en daar een stukje claimt en dat begint te ontginnen, dan is er geen hond op aarde die hem dat kan verbieden. Nee. Die regels zijn inderdaad gemaakt in het begin van de space race, in de jaren 50-60, om de grote blokken, toen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, die wilden niet als de andere eerste is dat wij de maan niet meer hebben. Dus die zijn toen overeengekomen van, we kunnen niks claimen in de ruimte, geen maan, geen asteroïden of iets anders. Nee. Maar toen was er ook geen sprake van bedrijven dat die dat zelf gingen kunnen doen. Dus dat is allemaal gemaakt, inderdaad, afspraken tussen landen. Dat zal denk ik toch wel een update nodig hebben naar landen en bedrijven. Want we zagen Frank de Winnen daar straks spreken over samenwerking internationaal in het kader van bemande ruimtevaart. Mm-hmm. Bij de onbemande ruimtevaart zie je dat onlangs om minder. Zie je veel meer bedrijven doordat ze rijke eigenaars hebben of bedrijven die echt goede consortia kunnen bouwen. Denk aan bijvoorbeeld Rocket Lab, een heel klein bedrijf, maar die maken ook plannen om bijvoorbeeld naar Venus te gaan. Die hebben veel minder overheidssteun nodig om eigenlijk te bereiken wat we vroeger vanuit de overheid enkel konden bereiken. Dus we gaan daar echt wel op een andere manier over gaan moeten nadenken en zorgen dat ook bedrijven zich een stukje gaan moeten confirmeren naar die wetgeving. Mm-hmm. Ik heb een heel interessante vraag. Ik vind het prachtig. De man mag van mij meteen minister van Milieu worden. Ik ga het letterlijk voorlezen. Misschien is dit een slecht idee, maar als alles zo gemakkelijk opbrandt daarboven, is dat dan niet de oplossing voor de enorme vuilnisbelten? Als daarboven gewoon doen verdwijnen. Dus al het afval in een raket naar boven, hop door de atmosfeer, mooie vallende sterren. Ik vind het een fantastisch idee. Ik zou het graag zien gebeuren, maar hij haalt het ook zelf al aan. Het zal te veel geld kosten, vermoedelijk. Maar goed, ik vond het zo origineel dat ik het wel even moest vermelden. Nee, het klopt. Hè. Een raket lanceren vol met satellietjes of vol met afval, het blijft veel geld kosten. Als je het vanuit milieu-oogpunt bekijkt, als je ziet welke vuurzee dat je achterlaat om een raket omhoog te krijgen, alle brandstof, dat is voorlopig ook zeker niet zeer, zeer ecologisch. Ook daar wordt wel aan gewerkt om dat te verbeteren. Maar het is zeker voorlopig geen piste die we kunnen bewandelen. Nee, inderdaad. En het is, je haalt het al aan, de meeste raketten die we hebben, de meeste mensen weten dat niet zo goed, maar doorgaans werken raketten op RP-1, dus een verfijnde vorm van kerosine. Of men is nu ook bezig met de bouw van methaanraketten, omdat men dat methaan denkt makkelijk te kunnen produceren zelf op het oppervlak van Mars bijvoorbeeld. Er zijn ook enkele raketten, de weilende Space Shuttle bijvoorbeeld, maar ook de Delta-familie van ULA die op waterstof werkt, maar dat is de grote minderheid, dacht ik. Dus inderdaad, raketten vervuilen, die laten ook enorm veel CO2 achter. En ik dacht dat je voor een gemiddelde raketlancering als je 500.000 kilo van dat spul nodig hebt. Dus
Dat is inderdaad. Ja. Ik denk dat de kostenbatenanalyse negatief zal uitvallen op vlak van milieu. Positief op vlak van spectaculariteit, maar wow. Ja. Dat is geen goed idee in elk geval. Zijn er nog vragen uit de zaal? Daar achteraan. Dus de vraag was, de hoogte van die satellieten is niet zo hoog boven ons aardoppervlak. Ook het ISS draait daar met onze astronauten aan boord. Kan dat geen problemen of conflicten veroorzaken? Het ISS vliegt daar eigenlijk nog onder. Dus het ISS zit nog een stukje lager dan de baan die de satellieten zullen hebben. Het gebeurt wel geregeld dat het ISS moet uitwijken voor andere brokstukken die daar al rondzweven. Dus nu hebben we al gezegd van die satellieten die kunnen zichzelf doen afremmen en branden dan op. Maar heel veel oude satellieten die hadden die technologie nog niet. En eenmaal die, eenmaal die geen brandstof meer hadden, die blijven daar gewoon zweven. En die zullen misschien na verloop van vele jaren, tientallen jaren, honderden jaren, altijd wel een beetje meer wrijving ondervinden en dus ook wel afzakken naar de aarde. Maar die passeren dan wel die baan van het ISS. En dus geregeld moeten de astronauten uit het ISS en in hun capsules, de Soyuz of de Amerikaanse, de Crew Dragon binnenkort, die moeten daar gaan inzitten omdat er een te groot gevaar is. Of het ISS moet af en toe ook verplaatst worden door de ruimteschepen die er worden aangekoppeld. De Soyuz-capsules of de Salyuts, die eigenlijk zorgen dat het ISS af en toe wat omhoog geduwd wordt om eigenlijk een stuk ruimtesgroot te laten passeren. Dus het is zeker een probleem en het zal alleen maar erger worden zolang dat we niet oplossingen hebben om die baan van het ISS wat te proberen proper te maken. Het is ook zo, ik ben even aan het zoeken, maar ik vind het niet terug, dat er zijn instanties die zich daarmee bezighouden, met het tracken van satellieten en brokstukken in de ruimte. En die stellen die gegevens ook openbaar, in welke baan zij zich bevinden, wat de baanelementen daarvan zijn. De Starlink-satellieten van SpaceX maken gebruik van een onboard collision avoidance system. Dus die krijgen die data binnen en die gaan op basis van die data, dat is althans het plan, zelf hun stuursysteem aanschakelen om in een andere baan terecht te komen op het moment dat zou blijken uit die gegevens die ze binnenkrijgen dat zij eigenlijk op ramkoers zitten of in een bepaalde perimeter komen van een bekend brokstuk. Nu, er is in de vroege fases van het Starlink-project al een incident geweest met een ESA-satelliet waarbij, de details ontgaan mij even, maar waarbij een satelliet van de ESA, een vrij bekende satelliet zelfs, en eentje van SpaceX met elkaar dreigden te botsen. Dus de mensen bij ESA sturen een mailtje, ik schets het even op die manier, een mailtje naar SpaceX met van, hey kijk, uw satelliet dreigt tegen de onze te botsen, kunt u uit de weg gaan alsjeblieft. SpaceX reageerde niet, dat heeft tot een kleine rel geleid op Twitter. Bleek dat die mail bij SpaceX in de spamfolder terecht was gekomen. Zoiets. Dus dat is vrij ernstig natuurlijk. SpaceX heeft ook wel uiteindelijk zijn excuses aangeboden daarvoor. Maar daar wordt aan gedacht. Hè. Die systemen zijn ook, worden nu opgebouwd. Ook de ESA denkt daaraan om met behulp van machine learning een soort van automatisch detectiesysteem uit te bouwen. Maar, en die kanttekening maak ik dan zelf even, het moet maar één keer grondig fout lopen, ja, natuurlijk. Absoluut. En we weten dat er dus heel veel brokstukken rondzweven. En die ter grootte van een schroevendraaier, die kunnen we al zien en die kennen we. Mm-hmm. Maar alle kleinere brokstukjes, verfschilfertjes of andere, die kunnen we niet zien. Maar die kunnen evenzeer, bijvoorbeeld bij het ISS, ja, als die met het ISS in botsing komen, kan het eigenlijk een gaatje creëren door de verschillende schillen van een van die modules. Mm-hmm. En eigenlijk zorgen voor bijvoorbeeld drukverlies of het verdwijnen van de lucht. Dus we hebben zicht op heel veel brokstukken, maar we hebben er nog veel meer dat we niet zien. Mm-hmm. En die eigenlijk ook nog zeer gevaarlijk kunnen worden. Ja. En het is ook zo, het ISS is natuurlijk de bekendste satelliet, de meest spectaculaire, die is ook bemand en die beschikt ook over een aantal extra detectiesystemen die normaal satellieten niet hebben natuurlijk, net omdat dat is het duurste bouwwerk dat de mensheid ooit gebouwd heeft, ruim 100 miljard.
Die beschikken natuurlijk over extra systemen, extra radars, lidars, weet ik veel wat aan boord, om brokstukken in de omgeving te kunnen opsporen. En het ISS wordt inderdaad om de zoveel tijd naar een andere baan gebracht om te voorkomen dat het zelfs maar in de nabijheid van bepaalde brokstukken of bepaalde satellieten zou komen. Dus daar wordt op gelet, maar inderdaad, hoe bevolkter de ruimte geraakt, hoe groter de kans natuurlijk. Dat is een statistische waarheid. Ik heb nog een vraagje online. Vormen al die satellieten geen probleem uiteindelijk voor de ruimtevaart zelf? Het kernwoord dat erbij staat is launch window. Ik denk dat ik snap wat hij bedoelt, dat inderdaad als je een raket lanceert, het doet een beetje aan alsof de bekende afbeelding van ruimteschepen die door de asteroïdengordel moeten gaan. In populaire films bijvoorbeeld, dan zie je dat die ruimteschepen zich echt moeten door die asteroïdengordel moeten gaan navigeren en echt elk om de haverklap een uitwijkmanoeuvre maken. Is dat een reële mogelijkheid? Voorlopig niet. Nee, voorlopig niet. We spraken daar straks van 10.000 satellieten die er al zijn. Maar de ruimte rond onze aarde is wel gigantisch groot. Denk aan, stel dat een satelliet zo groot is als een auto. Denk dan aan 10.000 auto's op ons aardoppervlak. Er is nog veel plaats. Maar ja, die zijn er wel en die volgen wel bepaalde banen. Die blijven niet op een vaste plek staan. Dus ooit zal het wel gebeuren dat je bijvoorbeeld een satelliet wil lanceren met een bepaalde baan en dat je blijkt een andere baan te kruisen. Mm-hmm. Dus daarvoor moeten we dus al die baanelementen zeer goed kennen of we komen heel hard in de problemen. Maar het is niet zo dat je kan voorstellen dat je vertrekt met een raket en dat je de ene na de andere satelliet voorbij ziet zoeven als je zou vertrekken richting de maan bijvoorbeeld. Dat is zeker niet het geval. Maar anderzijds, ik zag onlangs ook weer op Twitter een filmpje uit het ISS, dus een astronaut, het was een cosmonaut in dit geval, die eigenlijk met zijn camera de aarde aan het filmen was en ook, je zag ook een stukje van het noorderlicht, maar je zag ineens ook wel een puntje passeren, veel sneller dan de sterren, en je zag dus vanuit het ISS echt wel een satelliet passeren. Dus dat gaat ook wel meer en meer voorkomen, dus er is nog heel veel lege ruimte, maar aangezien dat die satellieten niet vastzitten, is er wel heel veel ruimte al dedicated. Er is eigenlijk veel ruimte al toegewezen aan die satellieten. Dus het is zeker niet zo dat het een eindeloze plek is. En aanvullend, we spraken daar straks over die geostationaire satellieten. Dus die satellieten op 36.000 kilometer boven onze aarde, die eigenlijk op eenzelfde punt blijven staan. Ja, daar hebben ze wel problemen. Want als een oude weersatelliet die naar Europa of Afrika moet kijken, als die stuk gaat, een nieuwe satelliet die moet eigenlijk quasi op diezelfde plek gaan staan. Dus die satellieten die kunnen ze niet terug naar de aarde duwen, want die moet dan 36.000 kilometer terug en die passeert heel veel banen van anderen. Die duwen ze eigenlijk nog een beetje verder, naar 38.000 of 40.000, zodanig dat die eigenlijk nooit meer terug naar de aarde zal vallen. Dus die worden eigenlijk in een soort, ze noemen dat een graveyardbaan. Een kerkhofbaan. Ja. Dus die duwen ze nog ietsje verder, dat ze zeker niet terugkomen. En die moeten eigenlijk plaatsmaken voor volgende satellieten. Dus daar heb je zeker wel al het feit dat de ene satelliet eigenlijk wel al in de weg staat van de andere. Ik merk zelf wel binnen de professionele ruimtevaart dat er steeds meer aandacht voor is. Denk bijvoorbeeld aan de Iridium-satellieten. Ik weet niet hoeveel fervente waarnemers hier aanwezig zijn, maar tot voor kort kon je heel vaak Iridium flares zien. Dat waren communicatiesatellieten in de jaren 90 gelanceerd, ook onder het mom van we gaan telefonie over heel de aarde kunnen voorzien met behulp van die satellieten. Dat is uiteindelijk geflopt. Dat bedrijf is op de fles gegaan, heeft dat later opnieuw een doorstart gekend. En die satellieten die beschikten over een grote antenne, een heel reflectieve antenne van een metertje groot. Ietsje groter dacht ik zelfs. En bij momenten reflecteerde die heel veel zonlicht naar wel bepaalde plaatsen op aarde. Dus de hoek, zon, aarde en satelliet moesten heel precies zijn. En je kon dat opzoeken, daar waren tabellen voor bekend. En als je dan buiten ging staan, kon je heel even een heel heldere flits aan de hemel zien verschijnen. Soms helderder dan de planeet Venus. Het meest helder object daaraan waren eigenlijk de maan en de zon. We konden zelfs schaduwen werpen op heel donkere plekken. Heel spectaculair, maar die satellieten zijn nu vervangen door een tweede generatie vloot van Iridium-satellieten die
helaas volgens mij, misschien minder volgens de astrofotografen, die antennen niet hebben en die flitsen niet meer veroorzaken. En die oude satellieten die heeft men inderdaad ook in een andere baan geduwd en zelfs laten opbranden in de atmosfeer, als ik het me goed herinner, omdat die toch nog een beetje brandstof aan boord hadden. En ik merk nu ook wel bij satellietbouwers dat er veel meer aandacht voor is, ondanks het ontbreken van een wetgevend kader. Want er is niemand die hen daartoe verplicht. Je kan in principe gewoon een satelliet naar omhoog sturen en die daar laten hangen. Niemand heeft daar zeggenschap over, de jurisdictie daarover is onbestaande. Ja. Maar ze merken inderdaad, als ze een tweede of een derde of een vierde generatie van hetzelfde toestel willen hebben, dat ze op dezelfde banen terechtkomen voor een stuk. Dus ze zouden in hun eigen vel snijden als ze niet nadenken over een oplossing van de satellieten die niet meer nodig zijn. Absoluut. Ja. Zijn er nog vragen in de zaal toevallig? Er is nog één vraagje op, in de comments op YouTube. Hoe lang zal een Starlink-satelliet meegaan? Nou, tot de brandstof op is, vraagteken. Dat is een goede vraag. We weten het eigenlijk niet. SpaceX is vrij, doet vrij geheimzinnig over de verwachte levensduur van de eerste vloot die ze omhoog sturen. Ik vermoed dat dat ook wel een stukje bedrijfsgeheim is. We weten wel dat de eerste proefsatellieten, een aantal van de satellieten uit de eerste paar batches die ongeveer 2 jaar geleden zijn omhoog gestuurd, dat daarvan al een aantal terug naar beneden zijn gekomen. Zijn opgebrand in de atmosfeer. De vraag is natuurlijk waarom. Is dat een verwachte eindtermijn? En die hebben ze een verwachte levensloop doorlopen en hebben ze ze dan laten opbranden? Of was er bijvoorbeeld een defect aan boord van die satellieten? Want dat wordt ook waargenomen. Voor wie het nog nooit gezien heeft, zo'n lancering van Starlinks, die 60 satellieten die staan op elkaar gestapeld als pizzadozen. En normaal gezien, als je een satelliet loslaat in de ruimte, dan gebeurt dat met heel veel voorzichtigheid. Dan wordt die mooi losgelaten in een baan. Bij SpaceX, die 60 pizzadozen kappen ze gewoon overboord en ze laten die maar uitwaaien. Die botsen tegen elkaar, kan er wel tegen. En een aantal van die satellieten heeft men ontdekt via natuurlijk ook tracking-systemen, hè, want er zijn mensen, amateurs en professionelen, die dat van nabij volgen, heeft men ontdekt dat sommige van die satellieten al heel snel na het loslaten terug naar de aarde keren. Waarschijnlijk vermoedt men dan, omdat dat geen standaard gedrag is, omdat er defecten aan boord van die satellieten zijn. Maar we weten het dus eigenlijk niet. SpaceX doet daar redelijk geheimzinnig over. Ik weet niet of jij daar meer informatie over hebt? Niet. Maar aangezien dat ook zeer kleine satellietjes zijn, hebben ze ook niet zoveel ruimte voor bijvoorbeeld veel brandstof of een grote batterij. Waar dat die hele grote vroegere satellieten, die waren ook gebouwd om 15, soms 20 jaar mee te gaan. Dus het feit dat het hele kleintjes zijn, dat ze veel goedkoper zijn, zorgt ervoor dat ze eigenlijk ook gemaakt zijn met een veel kortere levensduur. Mm-hmm. Maar hoe lang ze precies moeten meegaan, die informatie heb ik ook niet. Als er... De andere concurrenten van SpaceX die internet willen aanbieden in Afrika zijn Google en Facebook. Als dat is, toch zo'n probleem zijn. Facebook heeft inderdaad op een bepaald moment het plan opgevat om internet aan te bieden met grote stratosferische ballonnen, dacht ik. Dus ballonnen die zich op een hoogte van 30 kilometer bevinden. Dat is een beproefde wetenschappelijke methode, ook om met telescopen naar het heelal te kijken, aardobservaties te doen. Je kan zo'n ballon redelijk lang laten vliegen op een 30 kilometer hoogte. Dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk niks meer gehoord van dat project. Ik weet niet... of men daar nog mee bezig is. En dat is ook wel een beetje eigen. In zekere zin zijn we verwend door SpaceX. SpaceX voorziet webcasts van hun lanceringen. Elon Musk is ook vaak heel open, soms een beetje te open, zoals we weten met zijn Tesla-affaire, over wat er allemaal in zijn bedrijf gaande is en wat hij graag zou willen zien gebeuren. En dat is heel anders bij andere bedrijven zoals Facebook en Google. Daarvan weet je eigenlijk pas doorgaans wat ze van plan zijn op het moment dat ze het ook aan het doen zijn. Ik weet niet of jij er meer over weet. Weet inderdaad van die ballonnen. En er was een ander, ik denk dat het dan Google was, die met eigenlijk grote zonnevliegtuigen wou werken. Die weken of maanden konden cirkelen op basis van zonnepanelen op de vleugels. Mm-hmm. Maar ik weet niet hoe ver ze daar nu mee staan. Antwoorden op de vragen, dat is natuurlijk een verschil, want die zijn veel lokaler aan het werk. Mm-hmm.
Je zou kunnen denken van dat zijn misschien systemen zoals bij die bosbranden die eigenlijk de lucht in kan sturen bij bepaalde rampen of op bepaalde plekken. Maar aan de andere kant, die hebben natuurlijk ook wel hun link nodig naar een andere plek, ofwel een grote antenne op de grond of misschien toch nog een ondersteuning van satellieten verderop, om de link te maken, via de internetconnectie te maken met onze omgeving of Amerika of elders. Dus het zal altijd, die systemen zullen ook zullen lokaal zeer goed kunnen werken, maar die zullen altijd nog ergens moeten gelinkt zijn aan iets anders en waarschijnlijk toch aan een kleinere satellietconstellatie. Mm-hmm. Maar naar hinder denk ik als dat bijvoorbeeld 30 ballonnen zijn die ergens in een deel van Afrika of boven een deel van Afrika zouden zweven, dat is heel wat minder dan duizenden satellieten die door beeld kunnen gaan. Dus ik denk naar impact dat het heel wat minder is, maar het is geen globaal systeem. Het zou iets veel lokaler zijn, dus moeilijk te vergelijken, denk ik. Maar natuurlijk, aangezien ze zich dichter bij de aarde bevinden, zijn ze wel groter. De hoekgrootte is wel redelijk aanzienlijk. Ik herinner me nog, iets meer dan een jaar geleden was er een weerballon, heeft voor een klein beetje hysterie gezorgd in Gent. Een weerballon uit Ierland, boven Gent, die hier boven Gent ontploft is. Heel veel mensen hebben toen een UFO-melding opgestuurd naar het UFO-meldpunt. Ik heb die ook waargenomen en het viel mij op, al door een verrekijker zag je eigenlijk dat een ballon was. Een mooi schijfje was. Dus. En die bleef ook op hetzelfde punt relatief hangen. Dus ik kan me voorstellen dat als je er zo een stuk of 30 à 40 boven je hebt hangen, dat dat toch wel behoorlijk storend zou kunnen zijn. Ja, dat klopt, dat is waar. Ja. Het is een afweging natuurlijk. Een afweging van 30 ballonnen. En dan kan je ook voor een stukje afwegen waar bouwen we onze nieuwe gigantisch grote telescopen in functie van de wetenschap. Nu doen we dat vooral in functie van lichtgender, de plekken waar heel veel kans is op goed weer, op een goede nacht en weinig licht, dan is dat nog een extra element, een extra parameter om rekening mee te houden. Want eerder in het begin van ons gesprek sprak je over het wegwerken van satellieten op basis van omloopdata die je binnenkrijgt. Bij zo'n ballon is dat niet mogelijk, want zo'n ballon is onderhevig aan de luchtstromingen op 30 kilometer hoogte en die zijn veel chaotischer. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat dan moeilijker wegkrijgt uit opnames. Dat zou bijna real-time moeten zijn dat je die informatie hebt. En ik weet niet of dat dan nu te implementeren valt in die WIS-software, zogezegd. Maar dat zou dan weer extra software of extra ontwikkeling vergen, natuurlijk. Ja. Dat zal niet zo makkelijk zijn. We krijgen even een correctie binnen. Mike merkt op dat de ballonnen van Google zijn en de vliegtuigen van Facebook. Dus okay. Dat is andersom. Ja. Dankjewel, Mike. Zijn er nog vragen uit de zaal, toevallig? Niemand meer? Goed, dan stel ik voor, het is 9:30 gepasseerd en er zijn nog mensen in de zaal die een ticketje hadden geboekt om een bezoek te brengen aan het Sterwacht, als ik me niet vergis. Dus ik stel voor, Stijn, dat we het hierbij houden. Mm-hmm. Dankjewel, Stijn. Graag gedaan. Dankjewel aan de regie ook. En dank jullie wel om te komen en graag tot de volgende keer. Dankjewel.